En zoals iedere zaterdag brengt Hans Berends ook vandaag voor u weer een blik op de wereld. Vandaag een blik op Greenpeace, dat is het milieu, maar ook een blik op de Pinksterlanddagen. De anarchistische Pinksterlanddagen. Hoe haalt hij ze bij elkaar? De historie en de toekomst, het groen en het hele oude gevoel van samen tegen het kapitaal. De arbeiders, het anarchisme. Hans Berends met zijn zaterdagse programma Spotlight. Ja, goedenavond dames en heren kijkers. Dit is Spotlight van zaterdag 27 mei. We hebben vandaag twee onderwerpen, namelijk de anarchistische Pinksterlanddagen en de jacht op de walvissen en het protest daartegen. We beginnen bij de anarchistische Pinksterlanddagen. Op het aanstaande Pinksterweekend van 9 tot 11 juni wordt in Appelscha voor de 64ste keer de anarchistische Pinksterlanddagen gehouden. Waar praten die anarchisten over, jaar in jaar uit, en waarom speciaal in Appelscha? Daarover praten we met Wim Hazekamp, organisator jarenlang van deze landdagen en ook kenner van de geschiedenis van het anarchisme. Ja, welkom in de studio, Arie Hazekamp. Ja, bij de voorbereiding van dit gesprek heb ik zo hier en daar eens eventjes gekeken wat anarchisme nou eigenlijk is. Nou, als je 100 anarchisten hebt, dan heb je ook honderden definities van het anarchisme. Dat loopt van religieus anarchisme, atheïstisch anarchisme, pragmatisch anarchisme, syndicalistisch. Maar wat is nou eigenlijk de noemer waarop je je allemaal een beetje anarchist noemt? Nou, de noemer wat veel anarchisten met elkaar bindt, is dat ze eigenlijk allemaal bezwaren hebben tegen de overheid, oftewel tegen de staat, waar anarchisten vaak over praten. Dus wat dat betreft, dat is de gemeenschappelijke politieke noemer. Ja, ja. En dat geldt ook wat betreft het economische gebeuren in de wereld, wat betreft het kapitalisme. Ja, maar laat ik zeggen, ze hebben alles tegen de staat, ze hebben alles tegen iets van bovenaf, hè? Ja. Het idee is van, als je gewoon een gezellige groep mensen bent, moet je onderling eruit kunnen komen. Inderdaad. Maar dat kan ik me voorstellen voor 10 mensen, 30 mensen, misschien voor 100. Maar ja, voor zo'n Nederland met 5 miljoen, of hoeveel, nee, 15 miljoen. En een hele wereld met 6 miljard, hoe moet dat dan? Nou, anarchisten hebben van oudsher altijd gekozen voor maatschappelijke ordening van onderop. Dat betekent dat anarchisten vinden dat de macht in de samenleving aan de basis hoort te liggen. En de basis, daar bedoelen we dan mee de wijken, de buurten, de scholen, bedrijven. Die dienen zich te federeren. En zo krijg je dan de ordening op een hoger niveau. Maar dat is de utopie? Of denken jullie dat is een ideaal wat ooit een keertje zou moeten komen? Of zeg je nou, het is technisch ook best mogelijk? Dat is technisch best mogelijk. Ik denk als we vandaag de dag kijken naar de computertechniek en internet. Ja, dat geeft weer een nieuw element. Dan schept dat weer een heel nieuw kader waarbinnen je die democratie, die basisdemocratie waar anarchisten het dan over hebben, vorm kunt geven. En je merkt zelfs nu al in het kabinet dat minister Van Bokstel al met dat soort zaken wil gaan experimenteren. Nee, ja, dat heb ik al jij gezegd. Internetanarchisme dus. Ja, dat zou kunnen. Ik zeg niet dat het zo zal gebeuren. Want nee, maar ja, de toekomst laat zich wat dat betreft natuurlijk moeilijk voorspellen. Ja. Nou, zat ik inderdaad in dat, je zegt dus tegen de overheid, er is een blaadje, De Moker, dagblad voor de Pinksterlanddagen. En dan wordt dus aan een aantal mensen en groepen gevraagd van, wat vinden ze er nou van, hè? En dan heb je het Autonoom Centrum, het meest bekende anarchistische centrum hier in Amsterdam. En die noemen zich pragmatisch anarchisten. En die zeggen van nou, wij zijn niet per se tegen de overheid. Want we hebben wel ingezien dat dat zonder een minimum aan maatregelen eigenlijk niet kan. Ja. Horen die er nog bij? Of, ja, zijn die... zeker hoor. Dat toch wel? Ja, vind ik wel. Ja, ja. Ja, kijk, de overheid, en dat hebben ook de klassieke anarchisten wel onderkend hoor. Dat is natuurlijk een mengeling van zaken die absoluut in de ogen van anarchisten verkeerd zijn. Maar de overheid behartigt natuurlijk ook een zaken die inderdaad in het algemeen belangrijk zijn. Ja, ja. Dan dat Appelscha, 64 maal op dat kampeerterrein, en dat heet, een mooie zin, tot vrijheidsbezinning. Hoe is dat eigenlijk ontstaan? Nou, dat is ontstaan vanuit de anarchistische jongerenbeweging van de jaren 20. Die gingen op een gegeven moment landdagen organiseren in de open lucht.
En Appelscha was van oudsher een anarchistisch bolwerk als dorp. Ja, want ligt het in Friesland, geloof ik? Ja, het ligt op de grens van Friesland en Drenthe. Oh, en inderdaad, Friesland, daar komt Domela Nieuwhuis vandaan? Nou, hij komt niet? Nee, hij komt er niet vandaan. Hij heeft er wel gewoond. En hij was bij de arbeiders in het noorden en ook in Friesland zeer geliefd. Maar Friesland is altijd een anarchistisch centrum geweest? Nou, bepaalde delen van Friesland wel. En met name die Zuidoosthoek van Friesland. Die onderdrukte landarbeiders, zeker? Nou, in de Zuidoosthoek ging het om veenarbeiders, want dat is een veengebied van oorsprong. En daar was Appelscha het centrum van. En toen kregen die anarchistische jongeren, want hoe lang bestaat het anarchisme eigenlijk? In Nederland als beweging zou je kunnen zeggen vanaf ongeveer 1885, 1890, dan kun je de sporen van terugvinden. Ja, ja. Dus in 1920 dachten die anarchistische jongeren, wij willen eens een keertje de natuur in. Ja, dat was heel kenmerkend voor de hele jeugdbeweging. Het is eigenlijk de eerste keer dat de jeugd en de jongeren zich als afzonderlijke categorieën gaan manifesteren. En anarchistische jongeren gaan daarin mee. En kamperen is een van de items waarmee de jongeren zich onderscheiden. Het is een stuk natuurbeleving. Oh, dat is eigenlijk hetzelfde wat je bij de AJC ziet. Ja, ja. Oh, maar je zegt dus inderdaad, het was de eerste keer in de geschiedenis dat jongeren zich apart als jongeren manifesteerden? Ja, wel dat je dat als zodanig mag zien. Ja. Ja. Daarvoor waren het gewoon kleine volwassenen of zo? Nou, daarvoor heb je ook wel jongerenorganisaties. Maar dan de hele cultuur en de manier van leven eromheen was nog niet zo uitgesproken. En vanaf de Eerste Wereldoorlog krijg je dat veel sterker. Ja, ja. Ook bijvoorbeeld door het fenomeen van dienstweigeren. De Eerste Wereldoorlog heeft natuurlijk een enorme invloed gehad op die opgroeiende generatie jongeren. Het was ook voor het eerst dat er in de massamedia foto's te zien waren van die enorme slagpartijen in de loopgraven van Frankrijk. Dus daar groeit een generatie jongeren op die op grond van dat soort ervaringen en ook door het elan van de Russische revolutie heel erg idealistisch georiënteerd is. Ja, het begin van, ik wou bijna zeggen deze eeuw, maar het begin van de vorige eeuw was dus eigenlijk heel veel veranderd. Nou, wat je zegt inderdaad van die Eerste Wereldoorlog, misschien inderdaad de eerste keer dat er foto's waren over strijdtonelen. Daarvoor was er wel oorlog, maar dat was ver weg. Hè? Daar hoorde je niet van, daar ging je hoogstens huurling naartoe. Maar nu is de eerste keer eigenlijk dat mensen, mijn god, waar zijn we mee bezig zeg? Ja. En dan in Appelscha, ja dat heb je al gezegd, maar hoe kwamen ze aan het terrein dan? Dat waren toch arme jongeren? Ja, dat waren meestal allemaal jongeren uit arbeidersmilieus. Nou, de eerste jaren, de eerste landdag, dat was toen nog niet met Pinksteren, werd georganiseerd in 1924. En dat deed men op een stuk terrein wat men van Staatsbosbeheer huurde. Oh. Maar het probleem was dat naarmate de dertiger jaren voortschreed, werd het politieke klimaat in Nederland reactionair, mogen we wel zeggen. Ja. Op grond van internationale ontwikkelingen. Hitler was in Duitsland aan de macht gekomen. En dat had ook zijn invloed op de verhoudingen in bijvoorbeeld Nederland. Mm-hmm. En de anarchisten voorzagen al dat ze dat jaar het terrein niet meer konden huren. Dat Staatsbosbeheer dat niet meer zou toestaan. En toen hebben ze geprobeerd een stuk land te kopen. En via een stroomman is dat uiteindelijk ook gelukt. Was dat gewoon een rijk iemand die dus nee, had? Nee. Dat is met allerlei geldbedragen is dat bij elkaar gesprokkeld. Maar daar zaten wel een aantal mensen tussen die wat geld hadden, hoor. Want de anarchisten, dat waren niet de slechtste. Nee, dat waren ook anarchist-miljonairs, hè? Ja. Nou, miljonairs wil ik niet zeggen, maar het waren wel heel vaak vakmensen die hun vak goed verstonden. Maar waar praten ze dan over? Ja, de eerste keer kan ik me voorstellen, dan begint zo'n organisatie op te bloeien, dan heb je een hoop te praten. Maar ik vind het interessante dat het nu al 64 maal is, terwijl al dat soort stromingen uit, zeg maar, uit de jaren 20, 30, die leiden een kwijnend bestaan. Ja. Ja, de anarchisme is een zaak van alle generaties, blijkt. Kijk, die anarchistische jongerenbeweging is daar ooit mee begonnen. De uitlopers daarvan die zijn tot in de jaren 60 terug te vinden. En vanaf de jaren 60 hebben de jongeren het overgenomen. Anarchisme kwam weer terug. Ja. Eerst in de vorm van bijvoorbeeld de Bandenbom jongeren, waar Rolf van Duin bijvoorbeeld deel van uitmaakte. Dat heeft zich voortgezet in Provo.
Kabouter en Kraakbeweging ja, komt erna van de midden jaren 70. Maar het is inderdaad wel boeiend. Ja. Dus communisten, de echte oude SDAP, de echte socialisten en daarna de sociaaldemocraten. Dat is allemaal of het is weg, of het lijkt een kwijnend bestaan, of het is een surrogaat van een surrogaat van een surrogaat. Hè. En die anarchisten die blijven klein, het wordt nooit massaal, maar ze blijven wel eeuwig jong. Ja. Hoe kan dat dan? Is het nou iets rebellie van de jeugd of zo? Ja, ik denk het wel. Daar zit wel een kern van waarheid in. Ik denk dat jongeren altijd op zoek zullen zijn naar andere voorbeelden dan die de maatschappij hun standaard geeft. Maar er zijn ook allemaal van die oude bonken, hè, die dus hun hele leven anarchist blijven. Ja, dat is zeker waar. En als je in Appelscha komt met de Pinksteren, dan zul je zien dat daar alle generaties ongeveer wel rondlopen. De een is wat rijker vertegenwoordigd dan de ander. Ja. Maar ze zijn er in principe allemaal. Nou is dat dus tegenwoordig op dit ogenblik in Appelscha, laat ik wat oneerbiedig zeggen, misschien een beetje politieke folklore. He, niemand die is echt bang voor die anarchisten. Die denkt, mijn god, hier worden dus complotten gesmeed. Terwijl wat ik wel eens gehoord heb in de jaren 30 en later ook zelfs nog na de oorlog in de jaren 50... dat er echt politiecontrole was of daar niet allemaal vreselijke dingen gebeurden. Hè? Ja, nou, ik weet niet precies wat daarvan van waar is. Ik denk dat het altijd, en zeker in Noord-Nederland, altijd wel is meegevallen. Het is nooit zo gewelddadig van karakter geweest. Wel in woorden, maar in daden heb ik met mijn onderzoek daar weinig terug. Dat is misschien ook wel een wens van heel veel anarchisten. Van ja, als je nou niet eens ongevaarlijk gezien wordt, dan stel je toch helemaal niet voor. Het is eigenlijk ook wel mooi als een politieagent komt controleren. Dat bevestigt je in het idee van wij zijn revolutionairen. Ja, nou, dat waren ze natuurlijk ook wel. Ze voerden ook wel actie. Maar voor onze hedendaagse begrippen wijkt dat niet zoveel af van wat we heden ten dagen aan gewoon demonstreren. Picket lines, dat woord hadden ze toen in de tijd natuurlijk nog niet. Waar praten ze nu deze keer over? Nou, ik heb vorige week vernomen dat er iets van 18 werkgroepen op het programma staan. En dat loopt heel erg uiteen. Het thema van dit jaar is Appelscha toekomstwerkplaats. Dat betekent dat het toekomstige anarchisme eigenlijk min of meer als rode draad op de agenda staat. En dat gaat heel veel kanten uit. Ik heb begrepen dat GroenFront een discussie wil gaan houden over de zaken waar GroenFront vooral mee bezig is. De Betuwelijn, milieu, ecologie, dat soort vraagstukken. Ja, ja. Ja, ik zag het in het blad Ravage. He, daar werd dat is actieblad van Amsterdam, waarin, laat ik zeggen, behoorlijk veel sympathie voor het anarchisme. Laat ik het zo zeggen. En daar worden dus al die dingen genoemd, maar wat ik leuk vond, dat is dan een werkgroep Anarchisme voor Beginners. Ja. Kan dat? Moet je dat leren? Nou, nee. Ik denk dat je het eerder in je hebt, maar ik snap wel waarom dat het op de agenda staat. Ja? Want hoezo dan? Ik begrijp er niks van. Nou, er is altijd behoefte om voor nieuwkomers iets te betekenen uiteraard. En, ja, ja. Er is altijd zorg om iets in die sfeer voor elkaar te krijgen. Maar al die verschillende werkgroepen. Schiet me niet eventjes iets anders te binnen. In dat blad De Moker, dat is het dagblaadje voor de Pinksterlanddagen. Daar is dus in dus de inleiding, daar wordt eigenlijk enorm geklaagd van veel gehoorde klacht over Appelscha van de mensen die er dus geweest zijn en die er desondanks toch weer naartoe gaan. Stuitende consumptieve karakter, vrijblijvend, geen enkel verband, lamlendigheid, gebrek aan visie. Dan denk ik, als ik dat lees, dan word ik nou niet erg opgewekt van. Nee. Nou, ik denk dat dat een typisch probleem van de organisatoren is. Maar je was zelf jarenlang een organisator. Daarom ook. Dus ik herken het. Ja, je herkent goed. Het wel. Ja, ja. Ja, ja. Iedere nieuwe generatie jongeren, want het zijn meestal jongeren die deze bijeenkomsten organiseren, die denken dat zij opnieuw de stoot tot een bloeiende beweging zullen gaan geven. Oh, dus dit is eigenlijk de klacht van jongeren, die eigenlijk dus naar de ouderen, waar jij dan ook een beetje toch wel bij gaat horen, van zeggen, jullie hebben het heel slecht gedaan. Ja, we hebben er puinhoop van gemaakt. Ja, dat is natuurlijk absolute onzin. Ja. Kijk, wij zijn allemaal vaandeldragers, om het zo maar te zeggen, die de traditie en de beweging in stand houden en verder helpen, zodat de volgende generatie ook weer aan de gang kan. Ja, ja. Kijk, je moet dit meer zien als een wens dan dat het werkelijk zo dramatisch zou zijn.
het is wel waar. Kijk, die dagen die hebben niet alleen het karakter van politieke strijddagen, om het zo maar te zeggen. Want dat proef je natuurlijk heel duidelijk uit dit soort bewoordingen. Maar het is ook een soort van reunie, mag je haast wel zeggen. Van allerlei generaties activisten wat tientallen jaren terug kan gaan. Is het trouwens internationaal of is het vooral nationaal? Het is vooral nationaal. We hebben wel ieder jaar een behoorlijke categorie Vlamingen. En ja, die horen er ook bij, vind ik ook. En in 1986 hebben we, en daar was ik natuurlijk zelf ook bij, omdat ik dat nog weet, hebben we een heel groot internationaal gebeuren georganiseerd. Ja, ja. En daar waren toen ook 1300 mensen uit heel Europa. Maar kenmerk van dat soort werkgroepen en bijeenkomsten is dat je van alles en nog wat kan roepen. En dat je het ook helemaal niet met elkaar eens hoeft te zijn. En dat je dan dus blij weggaat. En misschien dus na 2 maanden denkt, waar hebben we het nou eigenlijk over gehad? Ja. Nou kijk, het is, dat kan zijn. Hoewel, daar mag je ook niet onderschatten. Er zijn altijd onderwerpen waarom mensen zich gaan organiseren en die dingen gaan doen. Ieder jaar gebeurt dat eigenlijk. Ja. Dus dat gebeurt wel degelijk hoor. Dus zo somber hoef je daar eigenlijk helemaal niet over te zijn. Nee. Maar het is ook een inspirerend gebeuren qua sfeer. Dat je elkaar weer ziet. En elkaar ook in deze tijden weer een hart onder de riem steekt. En dat is ook een hele duidelijke functie van deze dagen. En vandaar dat er ieder jaar ook eigenlijk een hele categorie mensen ieder jaar terugkomt. Ja, je kan natuurlijk allerlei initiatieven gaan ontplooien. Die gemeenschappen bijvoorbeeld, krakersbolwerken, kunstenaarsinitiatieven, et cetera. Ja. Nou zijn er dus, rond ik het een beetje af, er zijn er dus 2 elementen in het anarchisme. Dat is de leefstijl. En dat komt het best tot uiting. En dat kennen we ook allemaal wel. Krakersbolwerken met veel creatieve workshops, theater, et cetera. Kleinschaligheid, mensen samen dingen doen en noem maar op. De manier, dus de wil om op zo'n manier te leven. En er is een element, een strategie om dus de wereld te gaan veranderen in meer rechtvaardigheid, et cetera. Nou is dat laatste, daar is eigenlijk nooit wat van terechtgekomen. En volgens zeg maar concurrerende revolutionaire bewegingen als communisme en socialisme is het ook eigenlijk een utopische droom waar überhaupt nooit wat van terecht komt. Wat vind je daarvan? Nou, ik denk dat we die utopie hard nodig hebben om in de bestaande maatschappij ons met elkaar overeind te houden. Als we die dromen en die idealen niet meer zouden hebben, dan zouden we pas echt ver van huis zijn. Ik ben heel bang dat mensen die dat uit het oog verliezen nog verder van huis zijn, omdat zij helemaal geen richtsnoer meer hebben van een idee hoe het ook zou kunnen. En ik denk dat de kracht van anarchisten juist ook is om die spiegel als het ware wel te hebben, waar natuurlijk toch altijd ook een motiverende werking vanuit blijft gaan om in ieder geval toch aan de gang te blijven. In dat opzicht is het resultaat ook niet zo belangrijk als wel het proces waar je met elkaar in zit om, zolang we hier met elkaar op deze aarde zijn, om toch het zo goed mogelijk met elkaar te doen. Er moet een kleine groep zijn die spiegel voorhoudt. Jongens, die kant moeten we op. En anderen nemen dat dan misschien gebrekkig of half over. Ja. Maar als die spiegel er niet meer is, zeg je, of dat vaandel, dan zakt de hele boel in de strop. Ja, daar ben ik heel erg bang voor. En dat zie je natuurlijk ook. Nederland is in een rap tempo aan het veramerikaniseren, om het zo maar te zeggen. Waar iedereen al heel lang bang voor is. En aan de andere kant denk ik ook van de invloed van anarchisten strekt ook veel verder dan wat anarchisten als beweging, hè, als groep zelf te berden brengen. Ik zie ook hele duidelijke anarchistische tendensen in deze samenleving. Als ik bijvoorbeeld denk van hoe er over het algemeen tegen autoriteit en gezag wordt aangekeken, dan zijn we over de hele linie toch al aardig in anarchistische richting. Opgeschoven wat betreft het ter discussie stellen van de vanzelfsprekendheid van autoriteit. En dat zijn de resultaten zeg maar van Provo jaren 60. Ja, heel duidelijk, dat vind ik wel. En op een ander gebied waar je dat heel duidelijk ziet, en daar hebben de Provo's ook het nodig aan bijgedragen, is het hele biologische circuit wat nu steeds meer aandacht voor milieu, angst voor genenmanipulatie en dat soort zaken. Ja. Nou, vanuit het verleden, als ik dat ook nog even mag melden, is het. We hebben het daar in het vorige gesprek ook even over gehad. Is de hele ontkerkelijking in Nederland en het ter discussie stellen van de macht van de kerken die
ja, nog niet eens zo heel erg lang geleden heel erg groot was. Ja, ja. Ook daar hebben anarchisten een heel belangrijke steen aan bijgedragen om in ieder geval die vanzelfsprekendheid daar ook... Ja, daarom is het ook wel weer zo interessant dat je nou weer terug ziet komen religieus anarchisten. Ja, dat is altijd een heel merkwaardig zijstroom in de beweging geweest. Altijd. Ja. Zeg, kan iedereen er naartoe, nu nog? Jazeker, ja. Het is voor iedereen toegankelijk. En waar moet je dan... Oké, je zomaar naar Appelscha gaan, 9 juni begint het, hè? Ja, de precieze daar... Er wordt overal aangekondigd van 9 tot 11 juni. Dus laten we maar aannemen dat zo is. Je kan naar Appels gaan, ja. Je kan je eigen aanmelden daar. Zeggen, jongens, ik ben ook een anarchist. Of de vraag is na waarschijnlijk. Hè? Nee hoor, nee, daar wordt helemaal niet naar gevraagd. Als je maar bereid bent om je entree te betalen en je hebt je kampeerspullen bij je... Dan kun je er naartoe gaan. Wim Hazekamp, heel hartelijk dank voor je komst naar de studio en heel veel succes met dus die Pinksterlanddagen. Hè? Want op het Pinksteren dan is de nederdaling van de Heilige Geest, hè? De inspiratie. Dank je wel. Dat moeten jullie dan ook hebben daar. Ja, Oké, bedankt.